Hallo, dus in de basisschool had je altijd dat ene vervelende kind dat met alles voorliep en ook klassen mocht overslaan. Ja, nou volgens mij is het Nederlands weer dat ene kind, want Nederland heeft gewoon rustig de zomer overgeslagen en loopt een beetje voor, door in, weet ik veel, augustus al herfst te hebben. Maar op zich kan herfst best leuk zijn, dus hier zijn een aantal redenen waarom herfst leuk is. Yay! 1. Je kan weer lekker stampen in de plassen. 2. Het is natuurlijk een heel groot voordeel dat je gewoon niet meer je benen hoeft te showen. Dus weet je, je kan die zelfbruinen gewoon weer wegstoppen. Ik bedank de website Girls Scene hartelijk voor deze tip. Thanks. Wat je ook hebt in de herfst op een of andere datum, 11 november of zo, heb je van die kleine kutkleuters die met vreselijke, lelijke, zelfgemaakte lampions gaan lopen en oervals zingen. 11 november! Oké, geef me nu snoep. Anders ram ik je helemaal verrot. En als laatste heb je natuurlijk die oude man met zijn grijzige, vettige baard en zijn witte huid. Ook al woont hij in Spanje. Die met zijn 9 hulpjes weer naar Nederland komt. En ouders verplicht om cadeautjes te kopen voor hun toch al vettige, verwende kinderen. Hij heet Sinterklaas, geloof ik. Nee, ik ben geen fan van Sinterklaas. Ik maak later in het jaar nog wel een video over Sinterklaas, dus... Abonneer op Larry M voor spannende video's. Bedankt voor het kijken weer. Tot volgende week met weer een nieuwe, heel leuke video en alles. Oké, doei!